Drie man ver voorbij de tweede paal. Twee man loopt nu voorbij de eerste paal. En dan kan Boeren koppen en die kopt hem prachtig binnen. Het is pas zijn eerste competitiegoal voor NAC Breda. En kijk eens hoe makkelijk hij wegloopt. En dan werkt hij hem wel knap achter Van Rips met het hoofd. Oogt allemaal wat gevaarlijker van Groningen. Hoe gevaarlijk wordt het? Overtreding, ja, goed gezien door Teube. Dat Merten daar ten val werd gebracht door Agogil. Vrije trap voor de bezoekers. Het is een lekkere plek voor een vrije trap. Misschien iets te ver voor de gevoelige snaar. Meer een beuker. En het is een beuker, zeg, van Van Veen. En die wil het weten. Ja, oké. Dit is ook niet zo slim van Kevin Van Veen. Maar ik denk dat er wat frustratie opgekropt is. En dat komt er nu uit. Ja, geel voor Van Veen. Die zijn gram haalt op de fans van NAC Breda. Maar u begrijpt, we leggen het spel even stil. ...1-1, daarmee gaan we verder na 28 minuten voetbal. Janosek. Wacht op Kemper, dan kan hij zelf schieten. Janosek, en die wordt heel raar gepakt door Van Rips. En de hernieuwde voorsprong via Koscielnik. Vreemd gekeerd door die doelman. Die bal lijkt helemaal niet zo ingewikkeld, maar Van Rips verwerkt hem precies voor de voeten van de voormalig Slovaakse international. Rente. Voorzet is vol Van Veen en die kopt hem knap binnen, zeg. Uitgerekend Kevin Van Veen. Teube zit er bovenop om te kijken of hij zich niet weer laat gaan. De man van de avond, Kevin Van Veen. En zo wil je hem het liefste zien, gewoon als doelpuntenmaker en niet als provocateur. Deze avond begon met een openingstreffer voor NAC Breda uit een corner. De avond eindigt met Kemper die hem niet binnenkomt, wel binnenkomt. En uit een hoekschop. Het laatste woord voor NAC Breda. Het is ook direct het laatste moment van de wedstrijd. Veel gretiger dan de verdedigers van Groningen. En wat een apotheose.